In de rotonde van de Haagse houtrusthallen maakten 65 deelnemers aan het jaarlijkse toernooi om het nationaal kampioenschap machineschrijven zich gereed voor de strijd. Na dit startsein schoten Nederlands vingervlugste typisten in hoog tempo uit de startblokken. Allen met het vaste voornemen de titel voor 1959 op hun naam te brengen. Vier eenzame heren hielden de eer van het mannelijk geslacht hoog. Het ging er niet alleen om wie de meeste aanslagen haalde, maar ook wie de minste fouten maakte. Als herfstbladeren vielen de volgetijpte vellen van de tiktafels. De eisen die de organisatoren van dit feest stellen zijn niet kinderachtig. 450 aanslagen per minuut is wel zo'n beetje het minimum. Niet alleen handen, maar ook voeten kwamen eraan te pas om recordaantal aan aanslagen te bereiken. Onder het waakzaam oog van een deskundige jury liep deze race tegen de gong ten einde. Precies een half uur hadden de vingers over de toetsen gedanst. Hierna kon de jury aan de slag gaan om uit te rekenen wie zich voor een jaar Nederlands beste typiste mag noemen. Een karweitje van een paar weken. Wat het resultaat was, is dus op dit ogenblik nog niet te zeggen. Maar één ding staat vast. Het was een wedstrijd die flink in de papieren is gelopen.